Ik heb croissantjes, ga ik zo meteen even lekker op peuzelen. Twee zakken met, ga ze even weg niet snel kopen, met broodjes. En ik had nog niet gegeten, daarom trakteer ik me op deze. Ja. Die. Hier alweer. Die grote, die ligt lekker te dromen. De poten gingen net heen en weer. Ja. Oeh, lief. Daar ben je zo lekker lief. Die hier in een rolletje. Nou ja, dat is ook wel lekker, vind ik toch. Ja, jij ook? Wat vind je nog meer lekker? Koffie. Ik jou niet in je neus houden. Een lekker bakje koffie. Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer vrijdag, de 15e, ja, van de 3e, 2024. En we leven om 13:58. Ik ga zo even met de meisjes lopen. En dan moet ik eventjes geld halen. En dan moet ik naar de FOMA en dan even voor Kandorf wat eten halen, want die heeft helemaal, ja, brokken, maar geen nat voor meer. Dus ja, dat moet ik halen. En Marianne die komt vanmiddag rond 1:15 gezellig op visite. Ook heb ik mijn begeleidster Karin met een kaal gehad. Helemaal top, helemaal geweldig. Ja. En het begon nog goed met die meneer hiernaast. Ik liet de meisjes naar buiten vanochtend. En die waren ook gelijk weer terug. Die schrokken. Omdat de buurman lawaai aan het maken was. Met tik-tik tegen de schutting. Aan het hamer. Is die nou nog mee bezig? Maar ja, ik liet me niet horen. Ik denk, bekijk het maar. En ik naar boven. Naar de logeerkamer. Ik doe het dakraam open. Uiteraard hoort hij dat. Nou, hij ging me daarvoor een stuiver te keer en dat ik hem zwart maak. Ja, dat doe je zelf, joh. Je maakt jezelf zwart, niet ik. Dat ik mijn dag deel met jullie en hoe het in mijn dag eraan toe gaat, mag ik delen met degene wie ik wil. En als daar iemand is die mij lastigvalt op een manier, zoals tegen een muur aankloppen of weet ik veel wat, maakt niet uit, omdat ik door een gaatje heen rijd en dat jij dat hoort. Ik hoor het, ook het geluid, maar ik heb het nog veel erger dan hij. Omdat hij hoort het geluid. Maar ik heb ook nog eens een keer de pijn ervan, hè. Ja. Maar oké, er is met mij nog wat aan de hand. Dat staat buiten hem om. Ik heb hier, waar ik mijn vinger nou heb. Ik heb een plekje, ja. Er is gisteren door Willy een foto van gemaakt. En die foto zal ik erbij plaatsen bij deze vlog. En ik moet er even mee naar. Ja, ik moet naar een dokter. Ja, het zal wel moeten. Want wat het is, weet ik niet. Het kan ook huidkanker, weet je. Je weet het niet, hè. Dacht eerst van, het is een korstje, maar. Ja, het is een beetje ruwig. Maar ja, ik weet niet, ik kan het zelf niet zien. Het is een raar kleurtje. Tenminste, een beetje rozig-achtig. En ik weet ook niet of, ja, hoe ik dat moet laten zien allemaal. Of jullie dat kunnen zien. Een plekje zit daar. Dat zit er nou sinds, ja, een week. Anderhalve week. En het wil niet weg. Ik dacht eerst, nou ja, kan dat per ongeluk daar gehaald? Of ik heb me opengeklauwd, of dat kan nog, maar ik weet het niet, nee. Dus, ik kan het zelf niet zien. En ik, Willy die zei ook al, ja, dus, dit is niet van Kandalf, het is ook niet een korstje. Wat het wel is, weet ze ook niet. Ze zegt, maar ja, ga ermee naar de dokter, want ik ken het zo goed op. Huidkanker wezen. Ik denk, ja, hallo, dat zit niet in de familie, hè? Ik weet niet. Maar ja, oké, ik voel me ook niet ziek. Het doet ook niet pijn, niks. Dus ja, hoe en wat, ik weet het niet. Marianne die stuurt mij een sticker toe. Ja, prima.
Ik ga de meisjes nou uitlaten. Dus ja, ik wens jullie allemaal een machtige mooie dag. En zonder dat jullie lastig worden gevallen door een ander. En ja, geniet van alles. Gaan wij ook verder doen. En ik laat hem links leggen. Ja. Oh nee, rechts. Hij zit nou rechts van me, ja. Het is maar net hoe ik loop, hoe ik sta, hoe ik zit. Ja, dan weer rechts, dan weer links. Hij bekijkt het maar. Ik ga niet langer op mijn tenen lopen voor hem. Dat heb ik jaren gedaan en dat is gewoon afgelopen. Ja, begon al met mijn man, hè. Je mag niet eens niet overdag een gaatje boren, was dat kloppen destijds. Ja, en dat deed de huishoudelijke hulp toen. Twee gaatjes boren, twee schilderijen, ja. Hoe dan? Ja. Maar oké, wij gaan genieten. Want ja, ik wil dan gewoon. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben weer thuis. Ik heb mijn boodschappen gehaald. Ik heb croissantjes. Dat ga ik zo meteen even lekker oppeuzelen. Twee zakken met... Ga zo even weg iets nog kopen. Met broodjes. En ik had nog niet gegeten, daarom trakteer ik me op deze. Ja. Die. Ik ga hier al even heen. Voilà. Die is zometeen voorbij de koffie, als Marianne er is. Ik heb 2 maal. Ik heb 4 maal. Voor de meisjes weer, een biscuit. Ze hebben ook andere snacks hoor. En dat, ze krijgen straks weer een normale snack. Maar deze sla ik op. Hoppata. Gaan in de kast. Ik heb voor mezelf dit weer. Ook snacks. Want deze is bij mijn link. Ja, daar ligt ook nog snack. Maar dat is pindasmaak. En daar ben ik niet zo gek van. Van pindasmaak. Nee. Ik heb snoepjes voor kanaf. 1 maal. 2 maal. 3 maal. Deze zijn goedkoper dan die. Deze is over 1 euro en die is nog onder 1 euro. Hoe dan? Gemiddeld van 89 cent. Ja, daar zit kaas in. Met kaas en gevogelte. Daar is die gek van. En wat deze smaak is, ja, Joost mag het weten. Ik kan het niet eens niet lezen, hè. Met kip, kalkoen en kaarsmaak. Maar die toen Mario mee had, die moest hij niet. Maar dat bakje weer wel. Maar die bakjes zijn ook weer hartstikke duur. Dus ja. En op dat moment dat ik die bakjes kocht, was dit er niet. En nu weer wel. En dan heb ik voor Kandalf 2 blikjes. Eentje gaan we zo meteen aanbreken. Die gaat de kast in. En ik heb 2 dozen. Ja. Eentje gaat ook hier al opgeruimd worden. En de andere gaat in de andere kast. Dus ja, dat dus. En dan ga ik eerst lekker... Nee, hij is leeg. Voilà. Dan ga ik even die croissantjes opeten. Want die zijn nog warm. Voelde ik. Ja, lekker dus. Dat gaan we lekker peuzelen. Die gaan we opruimen. En dan tijdens dat ik dat eet, ga ik dit ook allemaal opruimen. Dus ja, en als Marianne er is natuurlijk. Ik hoop dat ik het niet vergeet, want ik heb... Ja, niet, nee, ik heb geen hoofdpijn. Nee, ik heb geen hoofdpijn, maar wel veel aan mijn hoofd. Ook weer vanwege mijn buurman. Mijn liefdallige buurman. Ja. Ik kwam iemand tegen in de Vomer, die volgt mij, elke dag kijkt en die vindt mijn liefdallige buurman ook geen lieve buurman, nee, nee, en zij kent hem ook. Ha, leuk, ja, ach ja. Maar in ieder geval, maakt verder niet uit. Ik ga dus hier de boel opruimen, want nou ligt alles daar schort scheef door elkaar.
Dus ja, dan gaan we eventjes netjes opruimen en ik zie jullie straks alweer. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet gewoon weer een beetje mee. Doei doei! Die grote die ligt lekker te dromen, de poten gingen net heen en weer. Ja. Oh lief. Daar ben je zo lekker lief. Die neer in een rolletje. Nou ja, dat zou ik ook wel lekker vinden, toch? Ja, jij ook. En wat vind je nog meer lekker? Koffie? Ga ik jou niet in je neus houden. De koffie. Een lekker bakje koffie. Ja. Lekker bakje koffie. Heb ik ook staan. Ja. Ja, onze Marianne die is lekker bij me. Ja. Gezellig. Even een bakje doen. Even kletsen. Moet allemaal kunnen. Ja, precies. Ja. Gaan we lekker mee door. Ja. Of niet dan? Ja, tuurlijk. Ja. Ik zat eigenlijk te wachten op die pootjes van haar. Maar ja, dan kun je misschien weer wachten tot het je in ons weegt. Hè, jonge dame? Zegt me zo, zegt me niks. Ja. Nou, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is weer de hoogste tijd om naar bed toe te gaan en af te sluiten met jullie. Althans, naar bed gaan, dat doen we nog niet. Nee, want ik ben nog bezig met een vlog, die moet ik nog naar jou toe brengen. Die is nou net klaar met naar de computer te downloaden. Het wordt helaas een langere vlog. Ik kan er niks aan doen. Hoort nou eenmaal bij elkaar. Maar jullie gaan wel mee in die vlog. Heel gezellig. Ja. Dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie in ieder geval wel terug. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard straks weer gezond uit je bed zien te komen. Hé, Kandalf? Ja, nou. Zie je me dag allemaal. Ja. En ja, jullie weten dat God houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei. Zeg maar doei. Zeg maar doei.